Vandaag kwamen de cijfers van Philips. En op het eerste opzicht lijkt het een beetje slecht, omdat er staat -2%. Maar dat komt vooral door de deconsolidatie van Philips Lighting. Oftewel, dat betekent dat er zo weinig belang in het bedrijf van Philips Lighting is, dat het niet meer in de omzetcijfers mogen worden meegerekend. Als je daarvoor corrigeert, zien de cijfers er gewoon netjes uit. Plus 5%, marge gaat omhoog, precies zoals we beleggers zouden mogen verwachten. Het is wel zo, als ik nog een beetje kritisch wil zijn, de omzet in Europa valt nog een beetje tegen, ook in de Verenigde Staten. Europa plus 0% en de Verenigde Staten 2%, maar de rest van de wereld is plus 14% en de emerging markets plus 9%, dus dat compenseert gelukkig ruimschoots voldoende. En daarnaast profiteren ze natuurlijk van de lagere belastingen die Trump heeft aangekondigd en doorgevoerd. En dat zorgt ervoor dat het netto resultaat er gewoon ook heel erg netjes uitziet. En een laatste puntje wat misschien nog van belang is, dat ook de nette schulden gedaald zijn. En dat is ook altijd een duidelijk teken van kracht. Dus ik denk dat de beleggers hier wel tevreden mee mogen zijn.